Let's have peace and unity and give people equal opportunity. Dat is het thema dit jaar voor de Antidiscriminatieweek. Deze week is vanmiddag door de CARICOM jeugdambassadeurs Eugenio Broes en Samaidi Akima ingeluid op het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Zij hebben naar hun zeggen bijkans 3000 jongeren geënquêteerd over de Antidiscriminatieweek. Aan de hand van het resultaat hiervan zijn er bepaalde beslissingen genomen voor de activiteiten van dit jaar, zegt Broes. Van het jaar hebben we ervoor gekozen om de antidiscriminatieloop niet te organiseren. We hebben in de plaats daarvan het plakatenproject gedaan. Dit omdat vanuit onze enquêteonderzoek is gebleken dat jongeren als antwoord hebben gegeven waarom ze meedoen met de loop is. Omdat het leuk is, omdat mijn vriendinnen meedoen, omdat mijn vrienden meedoen, laat me dat zeggen. Omdat het een uitje is. Eindelijk kan ik dus naar de stad komen en logeren en meedoen aan een fun activiteit. Of anderen gaan gewoon aan dat ze om het cultureel festijn aan het eind van de loop meededen. Dus we hebben dus ervoor gekozen om dus ons plakatenproject te doen die ook gepaard gaat met peer-to-peer awareness. Om daarvoor dus te zorgen dat we eigenlijk direct de impact hebben op de jongeren en dat we direct de informatie overbrengen. Akima vult haar collega aan door aan te geven wat de activiteit omtrent de onthulling van de plakaten inhoudt. Verder geeft zij aan waar de verschillende onthullingen in stad en district zullen plaatsvinden. Bij de antidiscriminatieloop was het zo dat jongeren vanuit alle districten naar Paramaribo kwamen om mee te doen aan de antidiscriminatieloop. Bij de onthulling van de plakaten is het zo dat wij naar de districten gaan. En wanneer we de onthulling van de plakaten zullen doen, zullen jongeren ook uitgenodigd worden om aanwezig te zijn of getuige daarvan te zijn, omdat we aandacht vragen voor dit vraagstuk op districtsniveau. Het moet als een reminder zijn voor elke DC om ook aandacht te besteden aan dit vraagstuk op districtsniveau. Er worden jongeren ook aangetrokken vanuit de districten om mee te doen hieraan. De CARICOM jeugdambassadeur Samaidi Akima. Zij heeft samen met haar collega Eugenio Broes een persconferentie belegd waarbij ze de Antidiscriminatieweek hebben ingeluid. Dit jaar is er geen antidiscriminatieloop, maar een plakatenonthulling bij Hotel Krasnapolski op de Internationale Dag tegen Discriminatie op 21 maart.